Yo, wat heb gasten, welkom bij deze nieuwe video hier op Biotown. Vandaag zit ik hier op deze prachtige paasmaandag, tweede zondag van het jaar. Ik zit echt even met de camera te kutten, maar ik zit nu hier thuis en ik heb mijn kamer opgeruimd, zoals je hier kan zien. Oh, wauw, mijn kamer is eindelijk weer een keer schoon. Er ligt daar een toetsenbord in de vuilnisbak. Oh man, nu zie je echt hoe ranzig de vuilnisbak is. Nou, ik heb mijn kamer opgeruimd, maar ik mag nog best een paar dingen gaan schoonmaken. Ik zie er ook de spiegel, kijk. Oh, wauw, de spiegel daar. Die zie je gewoon hoe ranzig de spiegel is. En dit is ook leuk om even snel te laten zien. Fijn, nu zie je die foto daar in beeld. Dat is een hele lange dronken avond geweest. Maar daar hangen dus allemaal perskaarten van overal waar ik heen ben geweest. Iron Man, Oz, Captain America, etc. Jongens, ik wil vandaag even met jullie praten over Banjotown. Jullie snappen het idee wel, want allereerst Banjopia, holy fuck, we zijn bij aflevering 9 gekomen inmiddels. Morgen, aflevering 9. Het was een kleine fout geweest van mij, waardoor heel veel mensen eigenlijk een spoiler hebben gekregen. In de afspeellijst had ik direct de eerste 9 afleveringen toegevoegd. Was stom van mij, daarom wist je dat ik het sowieso 9 afleveringen ging volhouden. Alleen vanaf nu wordt het weer wat meer hardcore. Ik bedoel, ik ga niet meer diezelfde stomme fout maken. Nee, elke aflevering kan de laatste zijn in Banjopia. En nogmaals, één ding wat me heel erg opviel bij Banjopia is, heel veel mensen die snapten niet dat mijn toetsenbord kapot was. Ik heb hier inmiddels alweer een spiksplinter nieuw toetsenbord staan. Dat oude kapotte toetsenbord staat daar bovenop de kast. Oké, wil niet inzoomen. Kom op, ja daar zie je. Kijk, daar zo in die doos, daar staat mijn oude kapotte toetsenbord in. En daar deed de F5 het niet op. En ik kan jullie wel uitleggen dat als, holy moly! Dat is een heel erg ingezoomd shot. Maar als de F5 het niet doet in Minecraft, dan ben je redelijk fucked. Alleen het punt was heel erg, ik wou gewoon voor jullie die serie opnemen. Dus ik deed dat ook met een kapot toetsenbord. En daardoor is het alleen maar bizarder dat we nu bij Banjopia morgen alweer aflevering 9 hebben. Ik weet niet of het de laatste is. Eigenlijk weet ik dat wel of het de laatste is of niet. Misschien komt nog wel 10, 11, 12. Misschien gaan we nog wel naar de Ender Dragon. Ik heb geen idee. Het komt allemaal langs in Banjopia. Voor de rest wil ik even met jullie praten over chillen zaterdag, wat je niet wist. En Rick's avonturen. Zaterdag, zondag en maandag vandaag zijn namelijk geen video's online gekomen. Dat is heel simpel. Wij hebben een opnamesessie gehad. Alleen er zijn een paar opnames fout gegaan. Audioprobleempje. Dus ik wil heel even de tijd nemen om het allemaal rustig te kunnen bekijken. En toen dacht ik bij mezelf, ja kut, dit is helemaal verneukt. Want mijn 10 Don'ts serie gaat ook beginnen. Die is inmiddels begonnen, linkje bovenaan in de beschrijving voor 10 Don'ts bij je vriendin. Hele leuke video, zeker weten de moeite waard. Dus die serie begon ik op de zondag en toen was het helemaal zoiets van kutzooi, nu moet ik alle audioproblemen oplossen voor Banjotown. Oh god, daar ga ik vanavond voor zitten. En dus dat is eigenlijk mijn probleem voor nu even. Ik moet al die audio gaan fixen en zorgen dat jullie binnenkort ASAP op Banjotown weer alle video's hebben die jullie willen zien. Dat brengt mij bij een volgend punt wat heel erg leuk is voor jullie. Namelijk, boom, breek de week. Ik wou zeggen Banjopia, maar ik bedoel breek de week. Het zit namelijk zo, er komt een nieuw item aan. We hebben namelijk vrij recent in de Banjo Studio hebben we de Chillen Zaterdag. Dat was de eerste die we begonnen. Daarna begonnen we Banjo Studio items. Nu hebben we een greenscreen erbij neergezet, zodat we wat je niet wist kunnen doen. Plus nog een nieuw item wat ik binnenkort ga doen. En nu was het eigenlijk zo van, wij willen iets nieuws. Wij willen een nieuw decor bouwen en met dat nieuwe decor gaan wij een nieuw item presenteren voor jullie. Dat is geworden, ik wou zeggen Chillen Zaterdag, maar het is geworden breek de week, elke woensdag om 5 uur op Banjotown. Wat gaan wij doen? Wij pakken challenges van jullie en die voeren wij uit. Aankomende woensdag begint breek de week hier op Banjotown. Dat wordt gruwelijk. En morgen, puur om het even goed te maken voor alles wat we hebben gemist, morgen op de dinsdag komt nog een keer behind the scenes en bloopers en outtakes van 10 Don'ts bij je vriendin online. Dus alleen maar meer reden om die video nu even te kijken, hier linkje in de beschrijving. En deel die video trouwens ook met al je vriendjes en vriendinnetjes doen. Maak je mij heel blij mee. Ik hoop dat dit een hele goede uitgebreide update was voor jullie en dat jullie een beetje een idee hebben van wat er allemaal gaat komen, hoe het allemaal gaat veranderen. Breek de week, puur om even leuk af te sluiten, geef ik jou hier een hele ongemakkelijke preview van weet ik niet hoe lang. Kijk maar lekker hoe lang dat ding is. En als je die hebt gezien, geef vooral een groen duimpje, abonneer je beneden. Bedankt voor het kijken naar deze video. Gasten, veel plezier. Aankomende woensdag breek de week en op Banjo Movies loopt nu, loopt nu de 10 Don'ts. Yay! Zijn we allemaal nog gelukkig? Ja, en Banjopia dagelijks op Banjotown. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later!